Welkom hier bij TEDx in Amsterdam. Onze volgende gasten. We benoemen hem vandaag officieus, want ja, officieel kan ik toch niks. Ik doe het dan maar officieus tot meester spreekstalmeester als het om inspiratie gaat. Meer dan 10 jaar reeds de drijvende kracht achter Pink met een C in Zeist. Een fantastisch event wat de lente nog leuker maakt. Bij mij in de stoel bij TEDx, Peter van Lindonk. Meer dan 40 jaar lang was Peter van Lindonk creatief uitgever van boeken die opvallen door de opdrachtgever, het concept, de vormgeving en de manier waarop ze gemaakt zijn. Sinds 2000 organiseert hij Pink, een uniek evenement waar creatieve denkers hun ideeën delen en hun publiek inspireren. Ze hebben een droom, hebben ze nog of gehad en die hebben ze waargemaakt, maar ze zitten niet in één hokje. Dat is eigenlijk het wezenskenmerk van Pink. Verslaafd aan verhalen en creativiteit trad hij ook jarenlang op als spreekstalmeester in het Wereldkerstcircus in Carré. Peter van Lindonk, een man geleid door zijn passies. Dag Peter. Hallo. Je maakt het goed? Zeer. Zeer goed. Op deze dag zeer. Zeer goed. Volgens mij gaat het bijna altijd goed met jou. Klopt. Ik ben een optimistisch mens, als je dat bedoelt. Ja. Ja. Wat vind je nou van die hele discussie dat mensen op een pensioen moeten op 67? Geneuzel. Ja, toch? Wim Kan heeft mij al geleerd, ik moet niet werken, ik mag werken. Mm-hmm. En dat moesten die mensen maar eens in hun oren knopen. Want je hebt een gezegende leeftijd en je bent nog steeds een heel druk baasje. Zeer. He, dat maakt jou toch best uniek. Ja. Elk jaar dat feest, die andere hoogmis van inspiratie in Zeist. Is dat je lange leven? Is dat je geluk? Moeilijke vraag. Als je bedoelt, het is het enige wat ik nu doe. Ik ben 47 jaar lang uitgever geweest. Ja. Maar we doen nu Pink. Dus dat is nu elke dag mijn lust en mijn leven. Ja. Je gaat praten hier bij TEDx. Dat moet nog komen, dus die heb ik ook nog niet gezien. Het circus zal een centraal thema zijn in jouw TED-talk. Ja. Niet alleen in jouw TED-talk, maar ook in jouw leven. Toch? Ja, daar antwoord ik net als je zegt, wat is je lust in je leven? Dat circus doe ik niet meer. Ik heb dat 15 jaar gedaan. In Carré was ik spreekstalmeester in het Koninklijk Theater Carré. Ja. Het mooiste circushuis misschien wel wat er is. Ja. Als je me de vraag toen had gesteld, was het moeilijker geweest. Maar toen was dat dus ook 3 weken per jaar mijn leven en mijn lust. Ja. Ga je nog wel eens naar het circus? Veel. Zijn er goede circussen in de wereld? Er zijn goede circussen en slechte circussen. Dat betekent niet dat de grote circussen beter zouden zijn dan de slechte. Je hebt allemaal die ervaring dat als je op Corsica bent met vakantie en dat een kleine tentje daar staat. Ja. En dat is natuurlijk allemaal 3 keer 0 met 1 leeuw die ook helemaal niet meer optreedt. En oma die nog een oude slang vasthoudt. Toch zijn die circusjes vaak net zo mooi als het mooiste wat je in Carré kan zien. Hm, prachtig. Ik sprak met Jim. Want die ken jij ook goed. De baas. Jim Stolt. Ik zeg tegen Jim, ik moet Peter interviewen. Ik zeg, help me even. Volgens Jim ben jij de man die TED naar Nederland heeft gehaald? Een beetje. Ik ben in 96 ik voor het eerst naar TED geweest in Monterey. Dat was nog in een tijd, dat kan jij al helemaal niet meer voorstellen, dat er geen internet was. Ja, het zal er wel geweest zijn, maar wij hadden dat niet. Dus ik heb per fax toen een kaartje gekocht. Heel mooi. En ik kwam in iets terecht waarvan ik niet wist dat het in de wereld bestond. Dus ik was helemaal van de weg kwijt en ik ben er 5 jaar geweest. En toen, het tweede of derde jaar, heb ik tegen de toenmalige eigenaar, dat was toen nog Richard Wurman, nu is het Chris Anderson. Maar toen heb ik gezegd, dat bestaat in Europa niet of in Nederland niet. Zullen we dat samen niet in Nederland doen, zei hij. Ja. I'm not interested, do it yourself. Oké, dat heb je ook gedaan. En dat heb ik gedaan. Heb je ook gedaan. Precies. Want elk jaar doe je Pink. Ja. Waarom heb je die TED genoemd? Omdat het beschermd was? Nee, TED was er al. Nee, Pink. People, Ideas, Nature and Creativity. Ja. We groeien ook een beetje uit elkaar. Het is niet een kloon van TED, maar het was wel mijn grote inspiratie. Maar dat is heel gek, want mensen denken altijd in winst of verlies. En als je dan over Pink hebt en over TED, dan zeggen mensen, ja, dat zijn elkaars concurrenten. Volgens mij is dat helemaal niet zo, want er kan nooit genoeg inspiratie zijn, denk ik dan. Dat klopt.
Komt bij dat in deze tijd, ik heb dat ook allemaal een beetje moeten leren, moet ik zeggen, want ik ben dus 3 keer ouder dan jij, maar dat hele beschermende, dat ook niet werkt. Wij komen natuurlijk allemaal uit de copyright tijd en dat alles beschermt en advocaten. Spreading the news, spreading the ideas, dat is de nieuwe tijd. Dus ik vind fantastisch, Jim, al voordat hij begon al heeft hij me gebeld, hebben we in Barendrecht, of all places, in een broodjeszaak en een broodje gegeten. En toen heeft hij me er al bij gehaald. En dat heb ik zeer gewaardeerd. En dat, zo moet het ook. We doen het samen. Hij komt ook bij ons. Uitgever, spreekstalmeester, de man van achter en voor op het podium Pink elk jaar. Ja. Maar ook nog tijd om een boek te schrijven. Ja, ik heb net, was ik al lang van plan, maar het is nu eindelijk is het bevallen, het kind. 3 weken geleden bij Balans, uitgeverij Balans, een boekje. Over creativiteit en over inspiratie en ideeën vooral. En waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Mm-hmm. En het hart zit in het midden, heet het. En vanwaar die titel? Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Ja, kom op. Je hebt nog 90 seconden. Ik heb een groot boek ooit uitgegeven voor de bloemenveiling in Aalsmeer. Ja. En toen hebben we alle 1800 kinderen van Aalsmeer gevraagd uit de 5e en 6e klas... om mee te doen met creativiteit. Niet met mooie tekeningen alleen maar maken, maar met creativiteit. En toen hebben we aan 2 klassen gevraagd, schrijf eens in woorden op, wat is een bloem? Dat lijkt eenvoudig, jongens, maar dat is het niet. Want vraag me hier maar mensen dat op te schrijven. En dan zeg je, ja, het groeit. Ja, maar een boom groeit ook. Mm-hmm. En toen was er een meisje van 11 en die schreef op een blaadje papier, het hart zit in het midden. Dat was voor mij de ultieme vorm van creativiteit. Ik heb alles ondernomen om dat meisje weer te vinden. Die moet nu 24 zijn. Ja. We hebben geadverteerd, we hebben websites. Ik heb haar niet meer gevonden. Misschien helpt dit. Misschien kijkt ze nu. Je weet het niet. Juist. Hè? En dan kan ze je op een of andere manier wel bereiken. Ja. Bij iedere spreker vragen we het meest memorabele moment van TED. En bij jou maken we een uitzondering. Na 11 jaar Pink, het meest memorabele moment in Zeist, in de meimaand, op Pink. Ja. Gevaarlijk. Je vraagt nu van welk kind ik het meeste hou, dus, hè? Dat vraag ik inderdaad, ja. Ja, en er is geen vader die dat natuurlijk zegt. Nee. Maar je hebt met het in... Goed, je hebt het ene kind waar iets mee... Maar wat me zo nu spontaan te binnen schiet, zou ik zeggen... Ben Underwood, een jongen uit Sacramento, Californië, blind. Met 3 jaar kanker in de ogen eruit. En die is met klikken... is die zijn weg gaan vinden. Juist. Dat deed hij. Fantastisch. En ik ben die jongen gaan opzoeken. Ik vond het toch een beetje tricky. Mogen we een commercieel congres doen en toch met zo'n jongen? Hè? Maak je misbruik? Ben ik toch wel een beetje angstig voor? Bleek helemaal niet het geval. Enige familie. De jongen skaten tussen de auto's door, fietste. Was een hoogtepunt. Hij kon niet een echte talk houden. Dat was hij ook te jong voor. Hij was toen 18. En ik heb hem dus geïnterviewd op de bühne. En zijn moeder ook. Ik was erbij. Je was erbij. En die laatste vraag die ik hem stelde, ik zei, ik zag je op die film op een fiets. Dat is misschien nogal, dat is al gek. Maar ik zag je ook nog op het zadel staan. Ik kan met mijn 2 ogen niet op het zadel staan. Ik zeg, hoe kan dat? Zei hij, I'm young. En dat moment zal ik toch nooit vergeten. Een jaar later helaas toch overleden. Ja. Ja. Ik was erbij, ik heb gehuild. Ik heb gehuild. Meer mensen, en in dit naar huis rijden in de auto was ik nog aan het huilen. Ja. Zo mooi was het. Prachtig, hè? Dank. En veel plezier vandaag hier bij TEDx. Ik ga gauw weer kijken. Jo. Goed zo. Bedankt. Hoi.